kan je zo even wat vertellen over het onderhoud en schoonmaken van de moerassen. Een paar belangrijke punten. Een firebreak. Die moet één keer in de week gereinigd worden door middel van leegschudden. Stoppen uit. Uit. Dat is het enige wat je erbij moet doen. Geen water, alleen aan de buitenkant reinigen en de binnenkant droog gaan. Roosters. Altijd eruit halen. Als je hem aanzet. Hij is nu nog een beetje warm van gisteren. Dan hebben we hier aan de binnenzijde waar de kolen op liggen. Die moet je ook één keer per maand eruit halen. Klop eraf, al het as eraf is. Dan maak je hem asvrij aan de binnenkant. Al het as in de la verdwijnt. En dit doe je één keer in de maand. Dan plaats je weer de elementen terug zoals ze lagen. En dan is die asvrij achterste gedeelte ook voor hetzelfde effect. Dan hebben we de asla. Asla haal je eruit. Leeg. Je moet asvrij zijn voor de meeste zuurstof. Dan kan je genoeg zuurstof krijgen. Als je asla vol zit, krijg je geen goede verbranding. Dat is hetzelfde met de firebreak. Als die vol met as zit, krijg je geen goede verbranding. Dan doop je erover. Het kan er volledig uit. Je ook één keer per maand aan de achterzijde leeghalen. Dan ligt er een heel klein beetje as achter in de la. Dit is heel belangrijk, want als er veel as ligt, sluit die niet goed dicht, waardoor die zuurstof pakt, waardoor die blijft branden. Heel belangrijk is dit heel goed schoon houden. Dus trap hem goed af, want als je hem niet goed schoonmaakt en hier zit allemaal vet, sluit de deur niet goed dicht, waardoor die dus zuurstof pakt en blijft branden. Dit maak ik gewoon met een schuursponsje schoon. Altijd de volgende dag. Als het koud is. Met een neutrale reiniger, niet agressief. Poets je niet meer heel snel schoon. Oké, ik spaar altijd de kolen van de vorige dag, dus die schuif ik altijd s'avonds naar achter, waardoor die altijd blijft branden. Wat belangrijk is dat je de as weer een beetje eraf schudt, dat je niet te veel as hebt in de oven, weer een goede verdeling maakt. Nou zie je dat die zuurstof krijgen, opstoken erover. Zorg altijd dat je goede aanstof gebruikt.
Ik heb de Spaans eiken, de Cabrache Blanca, ook een goede harde houtkool. Ik doe het altijd in een bak, omdat het dan wat makkelijker is te verdelen. Zorg dat je in de achterzijde van de oven wat ruimte laat, waardoor de zuurstof naar achteren kan over de kolen heen komen. Zorg als je hem aanzet dat je altijd zorgt dat de grillroosters eruit zijn, want die kunnen de hitte van de kolen wel hebben, maar de vlammen worden heel erg heet, waardoor je roosters sneller slijten. Dus haal hem heel even eruit voordat je hem opstart. Zorg dat je hem de asla openzet, onderkant open. Je kan hem even op een kier zetten. Je kan hem helemaal dicht zetten met branden. Hij is nu, vanaf gisteren, is hij nog 50 graden warm. Ligt een beetje aan hoeveel houtskool je de vorige dag gebruikt hebt. En nu is hij ongeveer binnen 20 minuten klaar om te gebruiken. Zorg dat hij, als hij brandt, dat eerst je houtskool mooi opbrandt, dus dat hij mooi rood wordt. Dat alle giftige stoffen zijn verbrand. En dan kan je na een kwartier 20 minuten ermee werken. Ik ben er niet bij.